Ik ben Gitte Hanen en ik ben al van kleins af aan bezig met sporten. Vorig jaar heb ik op TK 2 medailles gehaald. Zilver in het verspringen en brons op de 100 meter. Dus voor mij is sport niet enkel voor lichamelijk mij goed te voelen, maar ook voor mijn mentaal goed te voelen. Ik ben begonnen met thaiboksen rond mijn 18 jaar. Dan heb ik een accident gehad op training en is mijn lijdensweg begonnen. Die pijn was niet alleen in mijn been, maar ook gewoon in heel mijn lijf. Omdat er zijn zoveel dingen dat je wilt doen en dat je dat niet meer kunt doen. En waardoor dat je tegengehouden wordt. Ik heb zelf de beslissing genomen om mijn been te laten amputeren. Omdat het gewoon mentaal en fysiek zo zwaar was om de dagen door te komen. Dus voor mij was het echt effectief al een juiste beslissing en een verandering van leven en terug een kans om te kunnen leven. Ik ben terug in gang geschoten met sporten, vrij snel na mijn amputatie. Ook met de bedoeling van ik wil dingen realiseren en het sportverleden dat ik niet heb kunnen waarmaken, wil ik op een andere manier wel proberen waarmaken. Ik was uit de revalidatie half augustus en eind augustus was ik voor het eerst een blade aan het testen. Ik ben begonnen in de atletiekclub in Capelle. Die hebben mij met open armen ontvangen en gezegd van we gaan u helpen en je bent hier welkom. Dat is ook een uitdaging. In het begin kun je 20 meter lopen, dan 50 meter. Dus dat gaat echt met mini-stapjes. En dan uiteindelijk, op een half jaar tijd loop je dan de 5 kilometer. En geeft dat zo'n geweldig gevoel. Ik ben dan uiteindelijk van Capelle uit in Gent terechtgekomen met Amieke, de coach. En zij zei ook van als je wilt, mocht je op woensdag bij ons meekomen trainen. Omdat blade training is toch nog heel anders dan de training voor mensen met twee benen. Dat was ook leuk dat je dan eigenlijk met mensen samen zit die dat ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Dat leert je niet alleen van de coach, maar ook van de anderen. En dat was echt een fijne moment om daar ook mee te kunnen starten. Het is heel veel uitzoeken en proberen en als er iets niet lukt, dan proberen we het op een andere manier. En uiteindelijk komen we wel waar dat we moeten zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om sport te doen. Of als je nu een handicap hebt of niet. Ik ben ook wel blij dat ik van deze wereld nu ook deel mag uitmaken en dat ik mijn vorige sportdoelen niet helemaal heb kunnen verwezenlijken, maar dat ik wel nieuwe doelen in de plek heb gekregen waar ik voor kan gaan en die dat betekenis hebben en mij een goed gevoel kan geven. Ik vind dat ik misschien ook een voorbeeld kan zijn naar anderen toe, dat als je zo'n dingen op je pad tegenkomt en zo'n dingen meemaakt, dat je leven niet stopt en dat er nog altijd mogelijkheden zijn en nieuwe doelen kunnen zijn in je leven.